Hoi en leuk dat jullie kijken naar weer een nieuwe update video van het Prinses Juliana School TV. Het is alweer de tweede week waarin jullie thuis moeten werken. Jullie hebben contact gehad met jullie juf of meester via Social Schools of via de e-mail. Ook hebben we al wat filmpjes en video's mogen ontvangen van hoe jullie aan het werk zijn. Blijf dit vooral doen, want we vinden het superleuk om te zien en wij missen jullie ook wel een beetje. Redouan, Malak, Yassir, zijn jullie klaar? Ja! Ja, jullie mag nu spelen. Ja! Ga je PlayStationen? Hè? Ga je PlayStationen? Ik ga boosten! Thuis ook niet stil. Ze heeft een paar leuke challenges voor ons bedacht. Dus kijk je mee naar Lekker Fit met juf Mirjam? Wil je nog meer video's zien van Lekker Fit? Neem dan vooral een kijkje op hun YouTube kanaal Lekker Fit Thuis. Omdat de Koningsspelen dit jaar niet door zullen gaan, hebben Zepsport en Kinderen voor Kinderen hun handen ineengeslagen. Kijk op onderstaande website voor meer informatie. Meester Adriaan heeft een raadsel voor ons. Kijk jij even mee? Hey, leuk dat je weer kijkt naar de Prins Juliana School TV. Ik heb vandaag voor jullie een raadsel, wat met rekenen te maken heeft, want die zijn natuurlijk wel van school. En als je het raadsel goed oplost, dan kun je wat winnen. Namelijk, voor de groepen 1 tot met 4 heb ik een raadsel waarbij ze deze reep kunnen winnen. En bij de groepen 5 tot met 8 heb ik een raadsel waarbij ze deze reep kunnen winnen. Nou, hoe kan je dat doen? Kijk met me mee. Groepen 1 tot met 4. Ik heb hier 3 stapeltjes met fruit liggen. Bij stapel 1 heb ik 2 peren en een mandarijn. Bij stapel 2 een peer, een mango en een kiwi. En bij stapel 3 2 appels en een kiwi. Van jullie wil ik weten, welke stapel is het zwaarst? Welke weegt het meest? Is deze het zwaarst? Is die het zwaarst? Of is die het zwaarst? Dus als jij in groep 1, 2, 3 of 4 zit, mag je dat laten weten. Welke is het zwaarst? Nou, voor de groepen 5 en 8 wil ik weten, hoeveel weegt al dit fruit nou samen? Nou, daarvoor heb ik een fruitschaal. Ik zal eerst de fruitschaal zelf even wegen. De fruitschaal is 592 gram. Dus die schaal is 592 gram. Maar, nu wil ik voor jullie weten, hoeveel weegt de schaal als ik hem vul met 3 peren, een mandarijn, een mango, 2 appels en een kiwi en 2 kiwis. Stuur je antwoord op. Als jij op 5, 6, 7, 8 zit en weet hoeveel dit ongeveer weegt, stuur je antwoord op naar mij via de mail. Dat kan naar a.vanloon@kindenonderwijsrotterdam.nl of laat het gewoon op de Facebook onder het filmpje achter. En wie weet win jij de chocoladereep. Heel veel succes! Weet jij het antwoord op het raadsel van meester Adriaan? Stuur een mailtje naar zijn e-mailadres. We hebben ook nog een berichtje van juf Els en juf Inge. Hey jongens en meisjes! Wij zijn lekker de natuur ingegaan. Ik mis jullie verschrikkelijk, maar geniet van de lente, hè? Want die is er. Tot ziens en natuurlijk ook hard werken. Doei! Doei zwaaien, Liesel. Dag! Goedemorgen lieve kinderen van de Prinses Juliana School. We zitten alweer in de tweede week dat we thuis aan het werk zijn. We missen jullie allemaal dan ook ontzettend.
Maar we zijn wel heel blij dat we van veel kinderen, of van veel ouders eigenlijk, filmpjes en video's hebben mogen ontvangen. En we zien dat jullie ontzettend hard aan het werk zijn. We zijn super trots op jullie. Ga zo door. Hou je goed aan de afspraken. En we hopen jullie ontzettend snel weer te zien. Doeg! De tijden voor het ophalen van het nieuwe werk op donderdag 26 maart zijn als volgt. Dit was het weer voor deze keer. Donderdag zijn we er weer. Succes met je huiswerk en toedeloe!